Hoe kun je nou, waarom zou je zeg maar extreme stress missen? Maar wat doet dat met de vader-zoon relatie tussen jullie? Want dat lijkt me ook heel goed. Prachtig, ja. Zeker. Dat is eigenlijk zo chic. Dus jullie zijn samen de wereld over gereisd? Wij zijn de hele wereld over gereisd. Van Tokio tot Amerika, Shanghai, Seoul. Ja, we zijn echt overal geweest. Eigenlijk is de halve wereld een junk geworden. Tijdens ons laatste kijkers-event in Apeldoorn kregen onze aanwezige kijkers de unieke kans om mee te bieden op een persoonlijke trainingssessie met Alistair Overeem. Zaterdag 27 januari kwamen ze bij elkaar in Soest om dit te ondergaan. En ik beloof jullie dat iedereen aan het einde van de training voldaan is, zich goed voelt. En, en we sluiten ook nog altijd af met een vragenrondje. Ik heb natuurlijk lang gevochten, dus misschien zijn daar vragen. Dan geef ik ook altijd gelegenheid, wat vond je van Badr of wat vond je daarvan? Veel kennis hier. En ik hou van goede vragen, dus schroom niet. De dag begon met een fijne warming-up, gevolgd door een 2 uur durende persoonlijke trainingssessie met de nodige tips en tricks van Alistair. Ik trainde op altijd raak en altijd hard. Maar wel in balans, hè? Want soms kan je niet zo staan, dus dan moet je... Nu kan ik wel. Overeem, geboren in Engeland, verhuisde op zijn 6e naar Nederland. Hier bouwde hij vanuit een gezin wat het niet bepaald breed had aan een rijke vechtsportcarrière. Waaronder grote overwinningen in competities zoals de K1 en MMA. Ook wist hij Badr Hari 2 keer te verslaan. Nu traint hij nog steeds regelmatig in de sportschool van zijn voormalig trainer Azad Soufi. Dus jullie zijn samen de wereld over gereisd? Wij zijn de hele wereld over gereisd. Van Tokio tot Amerika, Shanghai, Seoul. We zijn echt overal geweest. En het was een hele mooie journey. Mis je hem al, die ring, af en toe? Nee. En als ik hem nodig heb, dan kom ik naar de gym. En dan kan ik hier nog even een beetje trainen, buiken. Maar nee, ik mis de ring niet. Hoe kun je nou, waarom zou je zeg maar extreme stress missen? Want dat is wat een wedstrijd is. Dat is extreme stress. Trainen is stress. Wedstrijd is extreme stress, dus dat mis ik niet. Ik geniet heel erg van mijn retired life. Vorig jaar gooide hij zijn handdoek in de ring en ging de politiek in als lijstduur van Belang van Nederland, de partij van Wiebren van Haga. Nadat deze knock-out ging in de verkiezingen, richt hij zich nu op gezondheid via een bewustwordingsprogramma. Want bewustwording van jezelf en je omgeving is de sleutel naar succes. Nou, ik heb een bepaald levenspad bewandeld. 30 jaar getraind, 25 jaar wedstrijden gevochten. En eigenlijk ben ik onbewust bezig geweest, nu realiserende onbewust, hè, dat ik het destijds niet door, maar nu zie ik dat heel erg. Elke wedstrijd weer was ik bezig om mijn bewustzijn zo hoog mogelijk te krijgen, want het bewustzijn hoger wint van lager. Maar dan wist ik dat ik dacht aan trainen en je moet vorm zijn en kracht. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel dingen bij. Voeding, blessure, ademtraining, koude training, supplementen. Vechttechnieken, sparringspartners, lichaamstype, ja, je zou het zo niet kunnen verzinnen. Om maar de hoogste, beste versie van jezelf te zijn. Maar dat is bewustzijn, hoogste bewustzijn te zijn van jezelf. Want dat bepaalt winst of verlies. Kijk, dus ik kan zo'n locking geven, maar ik kan hem ook zo geven. Daar zit mijn gewicht in. Die technieken, ik had altijd het geloof, als het strategie en techniek perfect is, win je heel snel. En dat is nu nog steeds zo. Ja? Een ander groot doel dat ik op de core heb is telefoonverslaving. Ik heb mijn eigen verslaving verbroken. En ik heb gerealiseerd wat voor een geweldig effect dat is, hè, op je systeem. Als je komt vaak terug, hè? Ook hier een thema vandaag. Absoluut, ja. Absoluut. Indirect ben ik denk ik ook toch wel verslaafd aan mijn telefoon. Dat komt iedereen rond je. Alles op school gaat via telefoon, laptop, dus je wordt daar gewoon in meegetrokken. En sowieso met de app die gaan produceren is, die online komt te staan, heb ik daar wel zeker, wil ik wel eens proberen, ja. Omdat mensen hebben niet door wat het mobieltje met je doet. Eigenlijk is de halve wereld een junk geworden. En jij bent dat zelf ook geweest, zeg je? Ben ik absoluut zelf ook geweest, ja. En nu niet meer. Hoe ben je daar vanaf gekomen? Door het gebruik te minimaliseren. Half uurtje ochtends, half uurtje etenstijd. En als je dat gewoon volhoudt, een maandje, na 3 weken vindt de reset plaats. En je had het over een great reset, niet te verwarren met de great reset. Maar niet de great reset, maar het is een dopamine reset. En een hele belangrijke. Je zult zien dat je daadkracht
je genot, dagelijks genot, zo gigantisch omhoog gaan. Je prestatievermogen, hè. Denk aan topsporters, maar ook aan ja, alles. Je energie wordt meer, alles wordt beter. Dus iedereen zou zo'n dopamine reset willen. Is dat een maatschappelijk probleem? Zie je en leer jij dat hier ook in de sportschool? Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, waar wij vroeger fysiek ons schouderklopje moesten verdienen aan de hand van een prestatie, zie je dat men tegenwoordig een schouderklopje verdient door fake dingen. De likes. Ja. Hoe oud ben jij? 17. Als je kijkt naar leeftijdsgenoten van jou, zie je die struggle? Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft, ja. Zeker bij ons, op mijn leeftijd, dat iedereen daar wel zeker mee struggelt. En dat bewustzijnsniveau, dat het digitale tijdperk, zit dat een beetje in de weg. Is dat wat je zegt? Dat is zo. Dat kan wel gaan bewijzen. Als je naar alle studies kijkt, het scherm verlaagt het bewustzijn. En dat op verschillende manieren, hè. Je hebt de kleursaturatie. De kleur op het scherm is heel mooi, daardoor in het echte leven is het minder. Dopamine brengt bewustzijn naar beneden. Het gevoel dat je niet compleet bent. Waar ik vroeger fysiek een wedstrijd moest draaien met mijn blauwe ogen en wat blauwe plekken op mijn lichaam naar de gym toe ging en 25 man mij een schouderklopje gaf van wow, wat mooi goed gevochten. Zie je dat tegenwoordig de jongeren dus een foto posten van een gevecht 2 jaar geleden en daar nog steeds dan een schouderklopje uit trekken. Oké! Volgens mij een paar goede klappen uitgedeeld, volgens mij. Ja. Zeker. Alles om ook, hoor. Absoluut, alles om ook. Ja, voel je hem ook nog? Ja, nog een beetje misschien. Nou, dit is niet voor de eerste dat jullie dit doen. Nee. We doen lekker een beetje boksen als hobby. Voor de ontspanning. En dan drukke stressleven achter te laten. En dan is dit de perfecte ontspanning aanraden voor iedereen. Ja. Wat zijn jullie van elkaar, even voor de kijk? Ik ben de zoon van deze oude meneer. Kijk, ook al zet ik geen kracht erin. Ja. Kijk, als ik dit doe en ik zet mijn gewicht er een beetje. Dan. Gewoon mindset. Dus gewoon een complete mindset. Gewoon, je kunt nergens aan denken als je aan sporten bent. Na 5 minuten dan moet je met je training bezig zijn. Dan stapt het helemaal uit je hoofd. Alles gaat uit je hoofd, ja. Je kunt alleen maar... En vroeger zei een trainer ook tegen mij, toen waren we een keer... Onder een training waren we een keer ergens anders over aan het praten. En die zei zo als je met boksen bezig bent, moet je met boksen bezig houden. Ben je met je werk bezig, houd met werk bezig. Je kunt wel eens een keer ergens aan denken, maar... Als je ergens mee bezig bent, moet je daarop focussen. Maar wat doet dat met de vader-zoon-relatie tussen jullie? Want dat lijkt me ook heel bijzonder. Prachtig, ja. Zeker. Dat is eigenlijk zo chic dat die avond dat we samen gaan sporten, ja. Kom je, ja, ben je niet te laat thuis van het werk. En dan gaan we gewoon samen lekker ontspannen. Ja. En dan... Ontspannen. Ontspannen, ja. Dus zo zien jullie. Inspanning is ontspanning. Ja. Ja. Wat zeg je dan tegen mensen die zeggen, dit is een agressief sport? Nee, ja, dat kreeg ik vaak te horen van ook van vrienden op de voetbal. Van, wat vind je daar zo ruig aan, zo dat je tikken op je kop krijgt en van dat allemaal. Je wordt geslagen, je krijgt klappen. Ja. Misschien gek of zo, maar het is natuurlijk ook vertrouwen in dat jij kan vechten. Word je ook minder bang voor conflicten. Niet dat je zegt van, ik timmer hem in elkaar of zo, maar het is ook, je kent jezelf, je weet waar je grenzen liggen, je weet wat je kan, je weet wat je niet kan. En ik denk dat geeft wel zelfvertrouwen. Ik denk dat men van buitenaf oordeelt. Als je gaat interesseren in de sport en je beoefent het, dan zal je zien dat het enorm discipline, concentratie, bewustzijn en juist rust vergt. En maakt niet uit of je bestandig gehandicapt bent, of je beperkt bent fysiek, waar je vandaan komt. De sport is voor iedereen. En omarm het, leren kennen en jezelf verliezen worden. Wat is er metgeen wat dan waarvoor je gekozen hebt om te gaan vechten? Zeg maar, was er van eigenlijk alle dingen die je kan doen, zeg maar, waarom specifiek het vechten? Eigenlijk dankzij mijn broer. Mijn broer heeft mij gestimuleerd, positief en negatief, hulp training, hè, want anders wordt het niks. Dus zo begon het. En ja, als je uit een gebroken gezin komt, dan bij mij was er wel een extra vuurtje, extra motivatie om er wat van te maken. Mm-hmm. Want ik wist gewoon, ja, als je geen gas geeft, dan,
ja, dan ga je eraan, zeg maar. Dus ik had altijd wel sterke motivatie om te trainen, vond het ook leuk. Wat was je doel met vandaag, met deze mensen? Wat ik meestal doe is even het niveau bekijken. Ja, wat voor mensen zijn het er? Ik wist eigenlijk allemaal niets, dus het was ook even zitten, een beetje leren kennen. Doel was lekker bezig zijn. Kijken naar het niveau, zodat je dat kan fine-tunen. Hoe zijn we lekker beter? Dat moet vooral niet te ingewikkeld zijn. We hadden een ijsbad, dus dat wilde ik toch even zien. Wie hier, maar goed, iedereen deed er gewoon niets aan de hand. Dus die bereidheid was er. Ja, heel goed. Volgende. Ja. Overwinning op jezelf. Heel belangrijk. Jij bent de baas. Niet iets anders buiten jou. Jij bent de baas. Alles gaat beter draaien, alles gaat beter werken. Ja, en dan, als je dit in de ochtend zou doen, ik doe hem elke ochtend voor 12 in ieder geval, s'avonds warm, s'ochtends koud. Overwinning op jezelf, heel belangrijk. Heel veel mensen kunnen het niet, hè? We hadden het over die motivatie, die bij heel veel mensen, die kunnen dus niet zichzelf overwinnen. Dat is balen, hoor, als je dat hebt. Zeker. Maar hier zit het goed. Dit was niet jouw eerste keer ijsbad volgens mij. Nee, ik doe het eigenlijk elke ochtend. Elke ochtend? Ja, nou, elke ochtend misschien overdreven. Als ik niet thuis ben, dan ga ik dat wel. Als ik niet thuis ben, gaat het niet. Maar in principe, ik heb er gewoon eentje thuis staan. En daar ga ik in principe gewoon elke ochtend ga ik erin. Maar eigenlijk, de impact hiervan kun je niet vergelijken met het koude douchen. Dat was jouw eerste keer? Dit was de eerste keer eigenlijk een ijsbad, ja. Smaakt naar meer? Zeker, ik heb al gezegd, dan moet ook kind thuis komen. Nu geen iPad voor de verjaardag, maar een ijsbad. Zeker, ja, het effect daarna, dan voel je je verboren en dan denk je van ik kan heel de wereld aan. Maar zeker omdat als je het ook 's ochtends doet en het is dan, als het winter is, je ligt dan lekker warm in bed. Hoe zet jij die knop om dan op te doen, dat je denkt, ik moet weer de ijsbad dimmen? Of heb je zin om daarin te doen? Nee, meestal niet. Nee. Zeker als ik ervoor sta, denk hoe doe je dat dan? Maar, hoe doet hij dat even voor hem, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon, ik weet niet, gewoon die knop zetten, gewoon gaan. Het is een gewoon doen. In ieder geval, je kan het wel niet doen, maar... Ja, waarom niet? Gewoon doen. Ja, goede tip. Wat neem je nou mee van huis, na zo'n dag als vandaag? Prachtige ervaring met zo iemand, leuk team, leuke mensen. En een mooie muts natuurlijk. Dan wil ik eigenlijk elke zaterdag ijsbaden. Zaterdag en er is wel gewoon een beetje Wim Hof stijl, aan ademen. Gaan die drie dingen. Right, guys. Dankjewel. Applaus voor Alistair. Deze dag werd mogelijk gemaakt met steun van onze trouwe Blackbox-kijkers. Wil jij ons ook steunen bij onze missie? Ga dan naar blackbox.tv/doneer. Waardeer jij wat we doen? Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief. Vind je het belangrijk wat we doen? Besef dan goed dat wat wij doen eigenlijk helemaal niet kan. Het is een wonder. Voor 2020 was het onmogelijk geweest om zonder staatssteun, zonder subsidies of sponsoren en tegenwerking van Big Tech een mediakanaal te runnen dat tegen de stroom in op zoek gaat naar waarheidsvinding. Dat wonder, dat zijn wij samen. De grote groep bezorgde burgers die dagelijks doneren en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar we mogen niet achteroverleunen. Er wordt dan weliswaar niet meer over corona gesproken, maar de informatieoorlog was nog nooit zo hevig. En erger nog, de ideologische agenda wint terrein en is meedogenloos. We staan in het oog van de orkaan. En een platform als Blackbox heeft maar één taak. Doorgaan en groeien. Groeien om nog meer mensen bewust te maken van wat er werkelijk gaande is. Daarom vraag ik jou en eigenlijk iedereen die droomt van een toekomst in vrijheid, waar stemmen weer gehoord mogen worden, om ons te steunen. Want het is keihard nodig. Juist nu.